Een hartelijke goeie dag. Kan jullie geloven, ons is al bij episode 5 van ons splinter nieuwe landbouw-uitzendingsprogramma AgriMonitor. AgriMonitor wat dan dinsdag om 5 uur uitgesaai word op die Facebookblaaie van de Republikein en die Boer en een heruitsending woensdagochtend om 8 uur. So as jy dit vandag, dinsdag, misloop, onthou morgenochtend vroeg, kan jy met jou beker koffie achter die rekenaar inskuif en weer naar hierdie program kyk. Nou ja, in die volgende half uur of wat, een paar interessante goed in ons program, onder andere een gesprek met Leonie Prinsloo, die nieuwe bestuurende directeur van de Mibie Dairies, wat met ons gaan gesels oor die moeilike tye waardeur die melkbedrijf in die land gaan. Nou jylle sal merk, ek is vandag alleen in die atelier en wonder waar Elvira Hatting is. Elvira is in die span wat hierdie week van die huis al werk. Met die COVID-19 gevallen in Windhoek wat aan die toeneem is, het Namibia Media Holdings besluit om ons kantoor in 2 groepen te verdeel. So volgende week is ek weer thuis en dan gaan Elvira hier in die stoel sit. Ons gaan later oorskakel ook om te hoor wat Elvira vir ons te sê het, maar voor dit eerst die nuusgesprek, maar bly ingeskakel, ons maak gauw draai in die marktplek, kyk na advertentie of 2 en dan neem Leonie Prinsloo haar plekje in die atelier in. En ons is terug by my om die nuusgesprek vandag mee te voer, is Leonie Prinsloo. Sy is pas aangestel as die bestuurende directeur van Namibia Dairies. Leonie, baie welkom hier by ons en baie geluk ook met jou bevordering by Namibia Dairies. Die melkbedrijf, Leonie, soos ons weet, sukkel reeds jare lang. Maar dit gaan op die oomblik die slegste wat het ooit gegaan het. Ons kyk ook in die Augustus uitgawe van die Boer spesifiek na hierdie kwestie. Maar vertel vir ons een bykie, hoe lyk die stand van sake tans, vooral wat betref die getal boere wat nou nog oor is, en hoe volumes gedaal het? Baie dankie Ronel, en baie dankie dat julle my hier het. Ek is regtig bevoorreg om hier te kan sit, en ek wil graag met allemaal deel hoe moeilik dit daar buitenkant is. Dit is nie makkelijk vir ons boere, en ons vergeet baie vinnig as ons die liter melk van die rak afhaal, wat alles daar ingaan om daar melk daar te kry, en vooral by die boer. So net om vir julle idee te gee, so hierby rondom 2016, 2017 het ons rondom 24 miljoen liter een maand, een jaar van ons boere afgekry. Nou staan ons op omtrent 16 miljoen liter wat ons bepaal dat hierdie jaar vir ons die opbrengste van rou melk gaan wees. Wat natuurlijk baie sleg is vir die bedrijf, maar ook vir die sekuriteit van kos in ons land. Want dit beteken net weer eens dat ons moet meer inbring van Suid-Afrika, van ander lande af, wat ons natuurlijk nie wil doen nie. Ons wil ons eie bestaande bedrijwe ontwikkel en ons wil seker maak dat ons land ons eie kos kan verwerk en vir die mens op die tafel kan sit. Ja. En as ons net kyk na hoeveel boere ons alreeds verloor het, as gevolg van die droogte, as gevolg van die moeilike omstandighede, wat te paard gaan met melkbedrijf. Dit is nie een van die makkelijkste bedrywe nie. Ons het al in die laaste 2 jaar 5 boere verloor. Ons is nou aan die einde van hierdie maand, is daar nog 'n boer wat uittree. So saam met die superfarm in Mariental is daar maar dan op die einde van die dag net 11 dairy, of hoe sê mens, melkplase oor in hierdie land. Wat natuurlijk regtig tot kommer is vir allemaal in Namibia, want dit beteken dat die voortbestaan van die bedrijf regtig nou amper op sy einde is. Ja, in die verlede jaar was die droogte nou die groot probleem, want voerpryse natuurlijk het die ouens toe werkelijk
geknel. Hulle, dit het baie duur gekos om 'n liter melk te produseer. Nou ja, toe reën het redelijk goed in sekere dele van die land, maar kort daarna toe slaan COVID-19 toe en dit het toe 'n verdere impak op die swaar kry, wil ek amper sê, van die melkbooie gehad. Hoekom spesifiek dan nou die pandemie? Ja, ek dink ons vergeet baie vinnig hoe groot rol brouwers graan in die voergesprek is rondom 'n melkboer. En as gevolg van die feit dat Namibie brouwerij nie elke dag kon brou nie en brouwersgraan nie beskikbaar was nie, moes die boere natuurlijk alternatiewe planne maak en dit het natuurlijk ook 'n impak op die hoeveelheid melk wat gelewer word, as ook die kostes van voer. So, en dan het ons baie gesukkel met medisynes wat moes inkom, jy weet, as gevolg van die wat is essential en wat is nie essential nie, so regtig het COVID die dinge nie makkeliker kon maak nie. En net om by te voeg, om net so bietjie van 'n mediterrane agtergrond in die sin van die produk wat op die rak staan, jy weet, mense verloor hulle werk, die kulture wat ons baie verkoop, wat die meeste van ons bevolking gebruik, hulle kan dit nie meer bekostig nie, hulle kan dit nie meer aanskaf nie, so aan die produksiekant is daar ook groot verliese. Dit is nou natuurlijk soos jou Osje Candelas en jou Omaeres, ja, die reeks van die producte. Ja, en jy kan duidelik ook sien dat die hele, ons noem het altyd the size of the basket, het heeltemal kleiner geword en mense koop definitief baie minder. Baie meer geselekteerd, net absoluut noodsaaklike producte, nee? Absoluut net noodsaaklike producte. En waarvan Omaeres en Osje Candela wel is, maar ons sien dat hulle dit bietjie rek, so waar hulle miskien een keer een week sou 2 liter koop, is dit nou elke tweede of derde week, so ek dink ons mense daar buitenkant kry ook regtig baie swaar en dit is nie vir hulle makkelijk nie. Leonie, vir Namibie dairies om te oorleef, moet julle nou na die tafel toe keer en julle moet sê wat gaan ons doen. Nou, so tyd gelede het Pieter van Wyk 'n verklaring uitgereik en gesê, daar is sterk punte by Namibie dairies. Onder andere is julle onderneming met 'n ongelooflike goed gevestigde koue kettingstelsel. En dit is waarskynlik iets waarop julle kan kapitaliseer. Miskien nuwe produklyne. Hoe werk julle gedagtes in hierdie stadium? Wat is julle planne om te kan oorleef? So, eerste instantie, ons gaan definitief moet diversifiseer. Ons kan nie net meer, melk gaan altyd 'n rol speel in ons, kom ons noem het ons portfolio, maar ons sal definitief na ander dingetjies ook moet kyk. En ons is baie oop as Namibie Dairies om ander maatskappye, ander, kom ons noem het brands, te help met vervoer, met distribusie, met agentskappe en ons is baie sterk besig om daarna te kyk. Dit is natuurlijk, ek dink nie net julle onderneming nie, maar baie ander ondernemings in hierdie tyd moet hand in eie boezem steek en sê, waarmee is ek goed en wat kan ek vir 'n ander ou bied, wat hy op kan spaar, koste spaar, maar wat vir my die geleentheid gee om daai sterkpunt van my verder te ontgin en dan nou, jy weet, geld eintlik te maak daai. En Ronel, dis absoluut waar en ek dink een ding wat baie naby aan my hart is dat ons as die Namibiese, kom ons noem die sektor wat werk verskaf moet saamstaan. So, miskien is daar een vervaardiger daar buiten, maar hulle het regtig dalk probleme om hulle product tot op die rak te kry, om die product dalk koud gehou te kry, en daar kan ons vir help. En dalk is daar iets wat ons wil pak, maar wat ons weer eens in Namibie kan pak, en ons nie hoef nie buitenkant iemand te gaan soek nie. So, ek voel baie sterk dat die gemeenskap moet by mekaar kom en sê, hoe kan ons hande vat en sorg dat ons Namibie groter maak, maar binne, wil ek amper sê, binne mekaar en in hande kan vat, so dat die een die ander kan help. En nie teen mekaar, maar saam die ding kan doen. Hulle sê altyd, die mens groei eers as jy met jou rug teen die muur is, want dan moet jy planne maak. So daar kan hierdie, selfs eintlik op die ou end vir besighede in Namibie bedekte seën wees, deurdat hulle weet ander geleenthede dan nou ontgin. Jou nie, voordat ons groet, wil ek jou net vraag, jy weet, mens wonder nou baie keer, ok, goed, die extensieve boere, die kleiner boere, kan nie oorleef nie, maar jylle daarom die superfarm daar by Marienthal, die superplaas, wat een groot onderneming is, en dit gaan daarom seker daar nie sleg nie, of wat is die geval? Ek moet eerlik wees, dat op die plaas het ook sy die plaas het ook sy uitdagings en vooral wat voerkoste aan betref. En ons moet nie vergeet nie,
dat die plaas ook sit in die Marienthal area waar daar groot droogte was en groot kommer was rondom die dam. En ons moest bijvoorbeeld boorgate sink waar ons geen succes gehad het nie. Ons was op een stadium was ons baie bekommerd waar gaan ons diere water vandaan kry. Ons moet geweldige volumes voer inkoop. So op die plaas het ook sy uitdagings en ons sal definitief daadwerklik moet kyk om dit ook om te draai sodat dit 'n plaas is wat na homself kan kyk en nie die hele tyd jy weet in 'n situasie is waar ons nie seker is vir die dag van môre nie. Baie dankie dat jy die moeite gedoen het om in te kom. Dit was regtig lekker om met jou te gesels. Nou ja, ons harte gaan uit na die melkbore daar buite, want ons hou regtig duim vas dat die bedryf sal bly voortbestaan en dat ons op die ou end sal kan sê ons het hormoonvrye gesonde melk in Namibia op die rak beskikbaar. Baie dankie. 'N laaste woord van my af, Ronel. Ek wil net baie graag vir die mense daar buite kan sê om dis belangrik dat ons boere moet ondersteun en dit beteken kom ons koop local. Ek noem dit nou local want dit is wat Namibia is. Local is tog lekker. Ja. Kom ons ondersteun mekaar en kom ons sorg dat daai 10 rand wat ons spandeer gaan terug na ons eie land toe en nie na iemand anders toe nie. Wel, ek kan julle verseker julle yoghurts is byvoorbeeld die beste op die rak. Daar's ek sal nie sommer 'n ander produk in my inkopie mandjie sit nie. Maar dit begin by die goeie kwaliteit melk wat ons boere lewer. Absoluut, absoluut. Ja. Baie dankie Leonie, bly ingeskakel. Dit was dan Leonie Prinsloo. Baie dankie Leonie dat jy met ons kom gesels het. Inderdaad moeilike tye in die melkbedryf en ek wil tog Namibiërs aanmoedig om plaaslike produkte te koop. Ons land het 'n sterk vervaardigingssektor nodig en ons moet ons boere kans gee om hulle produkte ook plaaslik te laat verwerk. Nou ja, nou skakel ons oor na Alvera by haar huis op Elisenheim. Alvera gaan met ons 'n bietjie oor landbou nuus in die algemeen gesels, 'n paar hooftrekke met ons deel en dan vir ons plaas toe segment vertel van 'n baie uitsonderlike plaasbesoek wat sy gehad het. Nou ja, direk nadat Alvera met ons gesels het, gaan ons dan vinnig weer na advertensie kyk en dan is ons op daai plaas. Baie dankie Ronel. Ja, ek dink ons kan eerstens kyk na 'n bietjie meer internasionale nuus of dan nou nuus uit ons buurland uit. Die tabakboere het ongelukkig nog 'n bloutjie geloop. Toe die Fair Trade Independent Tobacco Association of dan nou beter bekend as FITA se appel teen 'n vroeëre bevinding ten gunste van die nasionale koronavirus bevelsraad in die Hoge Regshof in Pretoria van die hand gewys is. Nou dit het verlede week gebeur en dan nou inderdaad ook slegte nuus vir tabakboere in die buurland en dan nou ook daarom bietjie meer goeie nuus. Die Reservebank in die buurland weer eens se repo koers is nou die laagste in 47 jaar. Nou die bankbedryf wat meen dis dan 'n goeie tyd vir boere om geld te leen om toerusting te vervang of hul boerdery uit te brei en dis nou natuurlik net mits dit sake sin maak. Ek dink dan nou bietjie met die blik op plaaslike nuus kan mense na ons landbou fokus blaaie in vandag se koerant kyk nou weer eens daarvan Mashari Berries in die wonderlike blou Bessie Oes wat nou daar steeds aan die gang is. Nou Cherry Irrigation Namibia is die span wat in volle outomatiese drupbesproeiing en voedingsbestuurstelsel vir die historiese projek ontwerp en geïmplementeer het en hulle meen, jy weet, dit was deel van die rede waarom hierdie eerste oes dan nou vrugte van uitsonderlike gehalte lewer en hulle gaan dan nou ook beplan hulle om begin in Augustus na markte in Europa, Asië en eilande in die Indiese Oseaan met inbegrip van Mauritius, Maldiv en die Seychelles dan nou uit te voer. Ronel, wat ook dan nou op plaaslike front gebeur het wat landbou nuus betref. Die afgelope Vrydag was dan daar dan 'n slypskool vir die bekragtiging van die agri-ekologiese zones. Nou ons weet die volle naam ja is die agri-ekologiese zones en dra kragkapasiteitskaarte. Nou hierdie weet ons is belangrik. Dit was deurslaggewend in vorige hofsaake waarin kommersiële boere of dan nou grondeienaars van Namibië die regering hof toe gesleep het oor grondwaardasie wat hulle meen is op verkeerde modelle en kaarte gebaseer. Nou
uit hierdie hofgeding is dan nou beslis dat die waardes van plase of plaaswaardasies dan nou gegrond gaan moet word op een correcte kaart. En dit is nou hierdie kaart wat dan nou ersien word volgens agri-ekologiese zones en die draagkrag. Dit kom daarop neer dat verskillende gebiede en plase in Namibie verskillende waarde het. Jy kan bijvoorbeeld nie een plaas vergelyk in die verre syde met een, sê maar ver op in die noorde nie. So, interessant en dan ook een baie, baie belangrike stap vir grondwaardasies en die waarde van grond en dan nou vir die toekoms van Namibie. Ja, Renel, ek was dan nou die afgelopen donderdag op een ietwat ongewone plaasbesoek in Otjiwarongo. Nou, ek hier die krokodilplaas van die Nulis, meneer Diete en Annay, dan nou besoek en hulle, een van hulle werknemers en ek moet sê, iemand wat regtig absoluut die bedrijf ken en weet waarvan hy praat het, my dan nou te woord gestaan, meneer David Philips. Nou ja, krokodilboerderye is dalk nie net 'n toeriste aantreklikheid nie en in die video sal boere dan nou ook kan sien hoekom krokodille se vleis word benut, maar ook word hulle velle benut. En ja, soos David dan nou tereg sê, niemand probeer jou boerdery, jou krokodille steel soos hulle skape en bokke sou byvoorbeeld sou probeer steel nie en terselfdertyd is dit wonderlik, want dit is nie 'n dier wat werklik siek raak nie. Ek hoop ons kykers geniet hierdie video soveel soos wat ek geniet het om dit te maak. Toe ek klein was, was hierdie plek ook al hier. Hierdie plek is vir 35 jare hier. So, dit is die eiers van die krokodil, dit is hoe dit lyk. Maar is nou leeg, hier het niks uitgekom. Ons het maar net skoon gemaakt om die gasse te wees hoe dit lyk en hoe groot dit is. Uit die eierkies kom 15 centimeter krokodilkies uit. Hier is die hokke waar ons die waar die krokodille eiers le, die ene le die kan, en ander ene die kan, voor hulle eiers oggendtyd le in die aan, maak hulle voorbereiding, en dan weet ons al klaar, oggendtyd sal ons eiers kom kry, dan kom kyk ons, as ons sien, daar is die eiers, dan haal ons dit uit, en dan maak ons skoon, dan vat ons na die broeikamer toe, waar ons hulle gaan bere daar vir 3 maande, en daaruit kom krokodilkies uit. En die krokodil het 66 tanden. Hulle change 7 keer in 150 jare, so hy kan 150 jare lewe. En hier het ons 37 babies en 4 mannetjies. Die verste is baby en mannetjies. Die mannetjies is veral groot en hulle is bykie donker. Die is wat so bykie klein is,
is die females, is die babies. En die is wat die groter lijkt, is die mannen. En die grootste krokodil wat ons heeft, is 5 meter lang. En die ene wat daar aan de kant ligt, daar heb je meer alleen. Onze daar broeikas en daar is gebouwd. Waar ons die eiers laat uitbroeien. En die baby's, die kinderen wat daar uitkomen, houden ons bij een jaar en een half daar. Ons maakt het schoon zodat die vel kan mooi lijken, dat die kan slecht worden. De rest van hulle stuur ons auto doen, waar ons hulle gaan groot maken. Voor die vlees en die vellen. Wat maak jullie met die vellen? En uit die vellen wordt meestal die velden gemaakt. Die hen, die haranzaken. En die keyholders. En ja, die schoenen en die wallet, dat goed komt daar uit. En die vlees wordt ook geëet, nee? Ja, die vlees eet ons hier in het restaurant. Die ene is een 7 maanden oud krokodilje. Zo, hij heeft mooie scherpe tandjes. Dat kan voor jou zeer maken. Is dit? Ja. Het een jou al gebijt? Ja, hij heeft mij hier. Ja. Oud, 3 weken terug. So met hierdie deel maak ons 'n belt. Op die rug? Ja. En met hierdie maak ons handsakke, die wallets en skoene en die jackets. Die jackets? Ja. Ja, hy is baie mooi. Hierdie kom uit die broeikas uit? Ja, hulle kom uit die broeikas uit. Okay. Ja. Zo, so, hulle is een jaar en 7 maanden. 7 maanden. Hulle was hele tijd in het eigen gebouw, waar ons hulle mooi schoon gemaakt het en gevoel het dat hulle een beetje groter moet komen. En dan hadden ons hulle uitgehaald, hulle is hier. Hulle zijn vrienden is al klaar, daar bij Oeke, bij die plot, waar ons hulle groot maakt. Zo, so, die zet ons hier gelost voor die show, dat die mensen kan zien. Oké. Okay. Die kan is voor die show, om net voor die gasten te wijzen en vertel van de krokodillen. Ons het een plaats daar aan kan waar onze krokodillen houden voor die eiers en voor die vel en die vlees. So daar is eigenlijk die boerderij daar? Ja, het is van die boerderij daar. Hier is net dat mensen kan zien hoe dit lijkt? Ja. Okay. Okay. Hier het ons het 26 panellen waarvan die 13 baby's is en die 13 mannetjes is. Maar het is moeilijk om te gaan zien wat een is een mannetje en wat een is een baby. Maar wat ons doen gewoonlijk is ons vangen een, ja. Dan voelen ons hem achter of je mannetjes of babykies is. Ja. Ja, dat weet ons. Nou, jij zei 5 jaar oud, dat is ook wanneer hulle geslag wordt. Ja, wanneer hulle geslag wordt. Is het in hulle velle gebruik wordt? Ja. Oké. Okay. Dit is het die vel alright, dat is goed. En hij is niet zo hard zoals van oude krokodillen niet. En die vlees is ook alright. Daar is die baie vet in niet. Oké. Okay. So, dat is een goede vlees. Dat is een goede vlees. Ja. Ja. Hier voelen we ons wel elke zaterdag 11 uur. Maar het is te veel. Zo'n krokodil eet die bijna niet. Dit hangt af van de temperatuur. Als het bijna koud is, kan hij glad niet eten. Maar als het een beetje warmer of als het bijna warm is, kan hij eten. Als het een beetje warmer is, kan hij niet alles zijn 100 vat. Maar als het bijna is, kan hij meer vat. Meer vat. Ja. Vertel gewoon wat voer je hulle? Dis maar hoenders en wat nog? Ja, ons voer hulle gewoonlik hoender, donkey vlees, die beestvlees en van die pet. Ons voer hulle net soos ons die vlees kry. Van waar kry julle die vlees? Gewoonlik die kudus kry ons van die natuurbewaardings. Okay. Hulle bring vir ons. Die beeste kry ons van die plaasboere wat kom ook by ons. Koop ons waar, bij Oranje en bij Wendels. So, krokodil raakt niet zo ziek, nie. Hij raakt niet ziek. Hij heeft niet een medicatie nodig, nie. Hij heeft niet een injectie nodig, nie. Hij heeft die dokter nodig. Zo, so, als hij kan ziek voelen, kom hij bij dit, dan leg hij in die zon, bij de directe zon leg. En als hij mooi voelt, namiddag kan hij in de water. En dit is ook niet een dier wat gesteel wordt. Ja, krokodil kan je niet stelen. So, je kan hem. Hij heeft ook die grootspasie nodig, als je hem kan doen.
So, is een goede dier om te gaan boeren. Om te boer. Ja. Maar jy het baie water nodig, nee? Ja, jy het baie water nodig. Die krokodille, hulle lê ook eers dag by die eilandjie. Maar as hulle daar gaan lê, ons kom elke dag daar, dan gaan soek ons die eiers, ons voel waar dit sag is, en as ons kan het sag, dan haal ons uit. Maar jy gaan nie alleen lê nie, jy gaan met die twee vriende, ja. Wat met die stokke is, ja. Als die moeilijkheid kan kom, dan help hulle voor jou uit. Ja. So, paar krokodille lê, is hulle is een broeiplek daar. Oké. Okay. Ja, ons kry ook eiers daar. En al die eiers gaan ons nou naar die broeikas toe? Ja, al die eiers. Hoe lang vat het vir die eiers om uit te broei? 3 maanden. 3 maanden? Ja. En hoeveel broei het julle wat omtrent so elke, sê maar, miskien een maand uitbroei? Kijk, hulle lê eiers 1 keer een jaar. Oké. Okay. So, by hierdie grootmamas kry as jy gelukkig is, krijg jy tot die 100. Dit kom van 60 tot 100 eiers krijg jy. Nee, as het oud is, as het jong is, dan is die eiers min. Maar as een krokodil oud raak, krijg jy meer eiers. Eiers. En sê my, wat is die oudste krokodil? Hoe oud is die oudste ene en so? Ja, ons het ja precies die ouderdom van die krokodil. Ons gaat maar net. Wanneer die krokodil is hier voor 35 jaar en die tijd toe hulle gekom het, was hulle al klaar zo groot, hulle het zo gelijk. Zo as ons kan skat, is hulle van 70, 75, 60 jaar. So, die kleintjes ken ons. Ja. Die hulle is uit op de grote ken ons. Ken hulle nie. Ja, is het baie krokodil. Oké. Okay. Is het meer as, ja, al die krokodil wat ons het, ken die meer as 2000. 2000. Ja, 2000. Die ene is een baby eneke, hy is nou 6 jaar oud, is een kwaai eneke, is moeilijk om hier in te kom en skoon te maak. So, as ons wil skoon maak, dan hanteer ons hier eneke met die stok, laat ek in inspring daar, dan kan iemand van met die stok daar staan, dan maak anders skoon, anders moet hy uit daar loop, is een kwaai eneke. Is dit? So, die rede hoekom ons om hier hou is, hij baklim met die vrienden en hij maakt die vel voor andere krokodillen steken. Ons heeft die vel nodig van de krokodillen. So ja. Als hij dat kan steken, maar kan ons niet verkopen. Ja. So, ja. Zo komen we soms zo. Is dan nou terug met hierdie weekse veilings, die landboudagboek en ook een idee van hoe vleispryse in hierdie stadium lyk. Nou ja, wat die veilings betref, dit is natuurlijk nog steeds die speenkalf seisoen wat aan die gang is, maar as ek so vinnige veiling of twee kan uitlig wat julle nie moet misloop nie, die een donderdag, die Schumacher Bonsmara veiling hier in Windhoek, aangebied deur Agra, en dan die ander een môre, is die Lovedale Swakara WhatsApp veiling. Ook een om nie mis te loop nie deur ons Swakara boere daar in die syde. Nou wat ons landbou dagboek betref, net 'n paar hoogtepunte daar, dit is natuurlijk die nuwe maand Augustus wat voorlê, bied Agra Pro Vision weer 'n hele reeks kort kursusse aan, die een wat volgende week afskop, 3 tot 4 Augustus, een kursus in lewende hawe produksie in Windhoek, dan op 5 en 6 Augustus ook hier in Windhoek, 1 oor hydroponika en aquaponika, 11, 12 Augustus aan die kus, 1 oor hydroponika, ook weer oor aquaponika, en dan op 8 tot 19 Augustus, een beestelingskursus vir beginners hier in Windhoek. 20 tot 21 Augustus kan mense meer kom leer oor van groenteverbouwing. Westelike Kommans Boerevereniging hou op 19
Augustus een ledenvergadering in die harmoniesaal. En dan die ander belangrike ding, lede van Mietko moet onthou, die algemene jaarvergadering vind op 21 Augustus plaas hier in Windhoek by die Nipam campus daar in Olympia. Dit is ook daar waar Mietko so 2 weke gelede met lede vergader het. Dan wat die vleispryse betref, nie groot skommelings van verlede week af nie, maar toch wat die veilings betref, lyk sake effe beter teenoor verlede week, om bijvoorbeeld het 'n koe en 'n kalf die afgelope week verkoop vir 12,560. Nou ja, verlede week het ons terugskouend gekyk na die week van tevore, en toe was dit so 10,300, 'n boerbok dan ook 'n bietjie op 1,176 Namibiese dollar. Dan ons program vandag. Nou ja, baie dankie dat julle saam gekuier het. Ek wens julle alles van die beste toe vir die week wat voorlê. Ons maak dan volgende Dinsdag weer so. Lekker boer, wees produktief en bly gesond.